Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen ook een vaccin krijgen tegen corona. Maar hoe werkt dit vaccin eigenlijk? En wat is het nut bij kinderen? Hoe werkt het vaccin? Nadat uw kind het vaccin heeft gekregen, maakt het lichaam antistoffen aan. Zo bouwt het lichaam bescherming op tegen het coronavirus. Als uw kind hierna het virus krijgt, dan herkent het lichaam dit virus en wordt uw kind niet ziek of minder ziek. Is er onderzoek gedaan? Er is veel onderzoek gedaan naar hoe veilig het vaccin is voor kinderen. Zo is het vaccin getest bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Daaruit blijkt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico's. Ook blijkt dat kinderen net zoveel antistoffen aanmaken als jongeren en volwassenen. We verwachten dat het vaccin bij kinderen dus net zo goed werkt. Wat is het nut van het vaccin bij kinderen? Meestal worden kinderen niet erg ziek door het coronavirus. Maar heel soms krijgen kinderen een ernstige ziekte door corona. Die ziekte heet MIS-C. Bij deze ziekte reageert het lichaam van het kind te sterk op het coronavirus. En dit zorgt voor een ontsteking in meerdere organen. Sommige kinderen worden daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Het coronavaccin maakt de kans op deze ernstige ziekte kleiner. U bepaalt zelf of uw kind een prik krijgt. Heeft u vragen over het coronavaccin voor kinderen? Kijk dan op coronavaccinatie.nl of op onze website.